Hi, goedemiddag. Ik denk dat dit. Ik ben een beetje verkouden. Dat dit het tweede filmpje is in deze setting met deze outfit en look. Dat komt omdat ik een aantal dingen. Oh, tegelijk. Nee, niet tegelijk. Achter elkaar aan het opnemen ben. Dus ja. Heb ik geen zin om iedere keer naar boven te gaan. Om te kleden. Welkom aan mijn eettafel, half in mijn keuken, half voor een muur. Opgemaakt. Wat heb ik opgemaakt sinds de laatste keer? En dat zijn geen precies maandelijkse filmpjes. Dat zijn gewoon wanneer het me uitkomt, eigenlijk. Dus wat heb ik opgemaakt? De Three Wick Fresh Linen and Floral. Dit was de witte. Net op. Ik had de Ruby Rose. Dat was zo'n langwerpige met twee lonten. Dat was de roze. Dan had ik de Sea Breeze. Dat was ook zo'n langwerpige met twee lonten. Dat was de groene. En ik had de Cotton Flower, dat was ook zo'n langwerpige, dat was een witte. Die zijn allemaal op. Ja, nou. Wat heb ik nog meer opgemaakt? Ik heb opgemaakt de vitamine B12, magnesium supplementen, vitamine D3. En de Hair, Skin en Nails. Dit zijn supplementen van My Vitamins. Ja, die gebruik ik best altijd. Dus ik slik gewoon met hen mee. En heb zo'n beetje mijn eigen variaties daarin. Deze slik ik. Dan hebben we nog Omega-3 die we slikken. Ah, beter. Nee, dan komt het licht van de tuindeuren weer zo hard. Omega-3, dan slik ik nog een multivitamine en ijzer. Dus 7 heb ik er dan per dag. B12, vitamine D, magnesium voor dat moet ik gebruiken voor mijn spierherstel en voor kramp. Ik heb heel veel last van kramp. Haar, skin, nails, ja, dat wil ik gewoon. En ik merk echt dat het wat doet. Ik heb echt wel betere wimpers bijvoorbeeld daardoor. De omega-3, ja, is gewoon gezond. De multivitamine 50+. Wat had ik dan nog meer? Nog één. D3, B12, magnesium. En ijzer. Want ik heb vorig jaar, het jaar daarvoor, een ijzerinfuus gehad. Omdat ik heb ooit, niet dat je het zou zeggen als je mij ziet. Maar ik heb ooit een gastric bypass gehad. Dat is als je niet in die wereld zit. Dat is voor dikke mensen. Dan krijg je een maagverkleining. Maar dan verkorten ze ook een stuk van je darmen. Dat zit aan elkaar vast en nou, dat is allemaal heel ingewikkeld. Google het als je er meer van wil weten. Maar daardoor neem ik niet alle vitamines vanuit mijn eten meer op. Dus sommige dingen moet ik extra slikken, zoals B12 en ijzer. Ja, nou ja, goed. Dat dus. Wat ik ook heb opgemaakt is een Syos Anti-grease droogshampoo. Deze heb ik ooit bij de Action gekocht. Hiervan heb ik al een nieuwe in gebruik. Ja. De wipes. Ja. En een zakje van wattenschijfjes heb ik opgemaakt. Dan heb ik opgemaakt een deodorantje van CN. Dat is van de Lidl. Dit is de Pure Fresh
Long Lasting Refreshness heb ik ook een nieuwe van in gebruik. Deze vind ik gewoon heel lekker. Deze ruikt naar Nivea crème, de standaard blauwe pot. Dus die vind ik heel lekker en deze blijf ik dus ook gebruiken. Dan heb ik een Revolution Skin Vitamine C Cream Polisher opgemaakt. Dit is de Brighten versie. Dit is een scrub. Die gebruik ik onder de douche. En dan scrub ik mijn gezicht. Niet elke dag natuurlijk, maar dan scrub ik mijn gezicht daarmee. Ik heb ook een Sanex PH. Er heeft iets gelekt. Balance Dermo Deodorantje opgemaakt. Nou, prima. Een Chanel Mousse. Dat is een gezichtswash. Een face wash. Ik heb een kruidvatmaskertje opgemaakt. De Hydrate variant. Dat is deze. Er zitten dan twee. Het is een scheurdingetje. Dus ik heb er nog één boven liggen. Het is gewoon een crème die je op je gezicht smeert. En laat intrekken. Ik heb de Catrice Clean ID Glow Prime en Fix Spray opgemaakt. Ja, we zijn nog niet klaar, jongens. Ik heb Kruidvat Originals neusstrips. Heb ik een setje van opgemaakt. Wacht even, ik haal even alles eruit. Zo. Dan heb ik een Hydrogel Eye Patches opgemaakt. Deze is van Essence. Dit is 24 Hour Hydrating and Cooling Hyaluronic Acid en Pink Berry. Dat zijn van die onder je ogen patches. Ik heb een Elf Putty Primer opgemaakt. Een poreless putty primer, maar dit is met vitamine C. Dit was een kleintje. En die is op. Er rijden mensen langs. Dan heb ik de Revolution IRL filter. Dit heeft een losse poeder. Die is op. Nou ja, er kwam er een heel klein beetje uit, maar die is op. Een vaste poeder. Die is nog niet op. Maar ik heb de losse poeder opgemaakt. Deze gaat terug in mijn tas om weer terug mee naar boven te nemen. Dan heb ik van Revolution. Dit is wenkbrauwpoeder. Dat is niet op, maar ik vind gewoon geen fijn product. Dus dat kan in mijn declutter. Een tandpasta opgemaakt. Dit is niet de enige die ik op heb gemaakt. Maar ik heb er maar één keer aan gedacht om hem te bewaren. Volgens mij doen wij gebruiken alle drie deze tandpasta van Parodontax. Wij doen een week met zo'n tube of zo. Ja. Dit was een proefje die ze hadden gemaakt bij Chanel van de Coco Noir. Die heb ik opgemaakt. Ik heb een Maybelline Eraser opgemaakt. En dit was de kleur. Ja. Al schiet je me dood. Nou, dat staat er niet op, maar ik heb zo'n Maybelline Eraser opgemaakt. Ik hoef die bril niet de hele dag op, hè. Het is een leesbril, zeg maar. Dan heb ik een Chanel proefje opgemaakt. Dit is de Lift. Ook op. Ik heb de Age Perfect Blurring Face Primer van L'Oreal opgemaakt. Dit was de Brow Extensions van Maybelline heb ik opgemaakt. Ja, en dan heb ik deze. De 5D Whip Lift van Revolution Waterproof.
Ja, best prima. Een zesje. Hij is niet op, maar ik heb hem te lang en dan krijg ik last van mijn ogen. En dus moet hij weg. En dus reken ik hem als opgemaakt, want ik heb hem tot aan de maximale gebruikdatum geprobeerd. Dan heb ik de Lash Changer van de Winnie de Pooh collectie. Hetzelfde verhaal. Prima, niet dat je denkt, woehoe. Maar ik heb hem gebruikt tot aan het moment dat het niet meer kon. Omdat je ogen dan zeer gaan doen, dan gaat het branden en zo. Dus gerekend opgemaakt. Maar deze gaat nog even mee naar boven. Want deze gaat in mijn, want Winnie de Pooh, make-up memory box. Dan heb ik Catrice Pure False Lash. Hetzelfde verhaal. Niet op, maar tot aan het maximale gebruikt wat de houdbaarheid toelaat. Dus reken ik hem als opgemaakt. En hetzelfde geldt voor deze, waar ik echt heel treurig over ben. De Lash Without Limits van Essence, de zwarte en de bruine versie. They did that. Dit zijn de beste ooit. Nou, het is niet helemaal mijn alle favoriet. Maar dit zijn wel zulke fantastische mascara's. Maar hetzelfde verhaal. Ze zijn niet op. Maar ik heb ze al aan de maximale houdbaarheid geprobeerd. Ja, en dan op een gegeven moment, ja, dan moeten ze weg. Want ja, dan krijg je ook een nieuwe inbestelling al. Volgens mij heb ik al een paar nieuwe. Dat was het. Dat waren de opgemaakte spulletjes. Dus ja, mijn tasje kan weer naar boven. Kan opnieuw gevuld worden. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie graag bij de volgende.